Welkom in de transmissie met de zwarte diamantenvlam. Omdat veel zielen momenteel getriggerd worden door de schaduw die er nog is in verschillende 3D-systemen, net omdat zij dan in hun ontwaking gepusht zullen worden, werd ik geleid om een nieuwe transmissie te maken. In deze transmissie werken we met de diamantenvlam als basis. Echter, de kracht in deze transmissie ligt hem in de combinatie tussen de diamantenvlam met de kracht van de leegte, van het niets en het absolute via de zwarte vlam. De zwarte vlam wordt vaak geschuwd, maar voor alles in het licht is er een tegenpool in het donkere. Je kan je pad van ascensie lopen terug naar de bron via de weg van licht en liefde, maar ook via de donkere kant van schaduwen. Zo is er ook een Tree of Life, de levensboom in het licht, maar is er ook een levensboom in het donker. Dit is eigen aan leven in een duale wereld. En hoe meer je het in je bewustzijn integreert, hoe gemakkelijker je alles in je realiteit kan bekijken vanuit die eenheid. Tijdens deze transitie transmuteren we alle negatieve invloeden van vaccinaties, chemische producten, medische producten die je nu recent of zelfs in een heel ver verleden hebt ingenomen. Maar denk ook aan stralingen waardoor je energie uitgeput wordt, of schadelijke stoffen die je hebt opgenomen via voedsel, kleding of andere wegen op fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch niveau. Want ook via televisie, radio en dergelijke absorberen we onbewust heel wat informatie die niet altijd voor ons hoogste goed is. En ongeacht of je dit nu van een zogezegde spirituele bron komt of niet, gebruik altijd je onderscheidingsvermogen en kies altijd voor liefde. Niets is slechts zwart of wit. Leer om het geheel te zien. Nu, wanneer je er klaar voor bent om deze overdracht te ontvangen, kan je gaan liggen of zitten op een comfortabele plek. Sluit je ogen wanneer je klaar voor bent en adem richting je buik. Bij elke ademhaling laat je stress en spanning los en adem je ontspanning en rust in. Laat alle afspraken, alle zorgen, alle to-do's los en zak bij elke ademhaling nog dieper in die ontspanning en in die rust. Voel hoe de energie door je armen en benen stroomt. Laat alles wat je niet meer nodig hebt wegstromen via jouw benen naar de aarde. En adem in en laat je buik boller worden. Adem uit via je mond. En doe dit zodat je in vier tellen inademt. Houd dan even je adem vast gedurende vier tellen en blaas vervolgens zachtjes hoorbaar weer in vier tellen uit. Ik vraag assistentie van je hogere zelf en je gidsen om jou bij te staan bij deze transitie. Geef toestemming zodat ze jouw energievaat kunnen betreden. Vandaag is aartsengel Metatron aanwezig, als aartsengel die dichtst bij de bron staat en verbonden is met het hogere eenheidsbewustzijn. Visualiseer hoe aartsengel Metatron je grondingskoren optimaliseert en aanpast aan je huidige energie. Op dit ogenblik zijn 5 grondingskoren actief. 2 grondingskoren vertrekken vanuit je voetchakras, onderaan je voeten, naar de kristallenkern van de aarde. 1 grondingskoord vertrekt vanuit je basischakra, de hoogte bij je stuit. En 1 grondingskoord verbindt je hartchakra met de kern van de aarde. De 5e vertrekt vanuit je pijnappelklier in het midden van je hoofd, naar de kern van de aarde. Echter, voor deze transmissie activeren we extra grondingskoorden via je handchakra's en nog een 3e extra via je medulla chakra. Medulla chakra is de chakra op het zachte plekje aan de achterkant van je hoofd. En de reden dat we ook nu een grondingskoord daar extra aanbrengen, is om je extra goed te gronden met de diamantenkern van de aarde, zodat je enkel nog zuivere informatie zou absorberen pas zodra je daar klaar voor bent.
Aard zegt dat metatron brengt de chakras op één lijn en optimaliseert waar nodig. De chakras die te veel openstaan, worden kleiner. De chakras die gesloten zijn of te weinig voeding krijgen, worden geopend. Ik vraag aartsengel Metatron om niet alleen de 7 hoofdchakras te transformeren naar optimaal, ook de 5 hogere, nieuwe chakras worden geactiveerd en getransformeerd. En waar nodig, mogen er nog meer chakras geactiveerd worden? Maar daar hoef je je geen zorgen over te maken, alles gebeurt automatisch. Blijf rustig in- en uitademen, terwijl aartsengel Metatron jouw energieveld aanpast. Boven jou zie je een diamanten vlam. De vlam is de hoogste frequentie hier op aarde. Deze vlam brengt niet alleen eenheid, maar kan ook gebruikt worden om harde blokkades en zware belastingen aan te pakken. Vanuit de diamanten vlam vertrekt een diamanten straal helemaal over jouw volledige energieveld heen. Hierdoor sta je volledig in een koker van de diamanten straal. Geef toestemming aan de diamanten energie om tot in elke cel, elk atoom en elke molecule te stromen. Adem de diamantenenergie in en laat die doorheen je fysieke lichaam stromen. Laat het doorheen je longen gaan, zodat eventuele restanten van virussen, bacteriën, stralingen, rook en zo meer zichtbaar worden. Dat laat zwarte schaduwen na. Maar laat in diamantenenergie ook doorheen elk ander orgaan gaan. Doorheen je botten. Stuur doorheen je zenuwen, doorheen je lymfesysteem. En stuur tenslotte diamantenstraal doorheen je bloed, zodat het via je bloed doorheen je volledige fysieke lichaam stroomt. Blijf rustig in- en uitademen. Je ziet hier en daar zwarte vlekjes, zwarte schaduwen oppoppen. En daarom roepen we de zwarte vlam aan. De zwarte vlam stroomt via je kroonchakra, je energieveld binnen, en gaat doorheen elke zwarte schaduw. De zwarte vlam absorbeert elke zwarte schaduw die in jouw energieveld achtergebleven is. En je ziet dat de zwarte vlam zich opgesplitst heeft in kleinere zwarte vlammen. Hierdoor kan elke kleinere vlam onmiddellijk naar de schaduw en negatieve energie in jouw volledige energieveld gaan om die te absorberen. De zwarte vlam werkt als een zwart gat, een soort vortex. Het zuigt alles op wat je niet meer nodig hebt of je blokkeert om in je volledige licht te staan. En dit proces gaat dan ook heel snel. Wanneer de zwarte vlam klaar is, vormt die een zwarte rand omheen de diamantenvlam. Het lijkt alsof je energieveld veranderd is in een diamantenvlam als kern en de zwarte vlam als rand. De zwarte energie schittert als de nacht met vele sterren. En dit is de gouden energie die doorheen de zwarte energie straalt. Laat deze energie verankeren in je energieveld. En stuur ze doorheen je grondingskoren naar de kern van de aarde. Deze speciale en superkrachtige vlam blijft aanwezig in jouw energieveld. En telkens wanneer je voelt dat je vastzit of geblokkeerd voelt, dan kan je beroep doen op de zwarte diamantenvlam. De combinatie van deze beide energieën combineren de beide kanten van de bronnelijke energie. En dat helpt om dualiteiten uit ons leven te transformeren
en nog meer de eenheid in onszelf te integreren en te zijn. Wees je bewust van de eenheid in jezelf en in je hart. En zie je leven vanuit de ogen in je hart. Spreek vanuit je hart en leef vanuit je hart. Alle lichtwezens verlaten je energieveld. Je grondingscode worden aangepast en geoptimaliseerd. Je energieveld is beschermd en geoptimaliseerd. Zeg 3 maal ik ben, gevolgd door je naam. Kom volledig terug in het hier en nu, terug in de ruimte waar je zit. Open je ogen wanneer je er klaar voor bent. En stuur liefde en licht naar de aarde en de lichtwezens die je bijstonden. Uit dankbaarheid en geniet nog van het vredige gevoel. Je bent geliefd. Namaste.